Als het aan wethouder Van Buren ligt, mogen er van dit soort drijvende flatgebouwen, de zeecruiseschepen, over 2 jaar nog maximaal 100 per jaar aanmeren bij de Passenger Terminal Amsterdam. Nu is het aantal 190. Hoe kwam dat nieuws bij u aan? Als een verrassing. Ik had het aantal van 100 niet eerder gehoord. Een van de redenen van de wethouder, het terugdringen van het aantal toeristen. En daar knelt het behoorlijk, vindt de directeur van de PTA. Ik vind het lastig. Ik denk dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen overlastgevend toerisme en toerisme. Het zijn meestal niet de toeristen die lallend over de wallen lopen. Het gaat echt ons om de aantallen toeristen. We gaan niet selecteren van die mag wel en die mag niet, maar we kijken vooral ook naar de drukte. De tweede reden van de wethouder? Dat het behoorlijk veel uitstoot geeft. Vooral als ze nog niet aan de walstroom liggen. Dat gaan we natuurlijk ook verplichten. In 2027 moeten cruiseschepen verplicht stroom vanaf de wal gebruiken. En mogen ze niet meer, zoals nu nog gebeurt, de motor laten draaien als ze zijn aangemeerd om stroom op te wekken. Dan is het overtoerisme en het emissieverhaal wat mij betreft geen argument meer. Maar daar houdt het nog niet op. Van Buren wil ook dat er vanaf 2035 helemaal geen zeecruiseschepen meer aanleggen in het centrum. Onderzocht wordt of de Koenhaven een optie is. Stel dat er uit het onderzoek komt dat dat eigenlijk geen optie is, wat dan? Daar wil ik nog niet op vooruitlopen, maar ja, dat zien we dan. Dat betekent dat er helemaal geen zeecruiseschepen misschien meer in Amsterdam aan mogen leggen. Dat zou best een mogelijkheid kunnen zijn.